In 2003 in een Chileens dorpje was schatzoeker Oscar Munoz aan het graven in de grond rond een verlaten kerkje. Hij vond een wit doekje waar een skelet ingewikkeld was. Het wezentje was niet groter dan een pen. Het skelet had harde tanden, een bol hoofd en in tegenstelling tot mensen slechts 10 ribben. Een Argentijnse krant kwam achter het verhaal en schreef op de voorpagina dat een vreselijk buitenaardse dwerg gevonden was. De mummie kwam uiteindelijk terecht in Barcelona, waar oud-dokter Stephen Greer van hoorde. Sinds zijn pensioen is hij actief bezig met de Amerikaanse overheid om geheimen over buitenaards leven naar buiten te krijgen. Nadat hij het skelet, dat de bijnaam Ata kreeg, gezien had, was hij ervan overtuigd dat dit het bewijs was dat aliens bestaan. Strikt Rijm komt met de vraag, is dit echt een alien? Sinds de ontdekking van Ata zijn wetenschappers druk bezig met speculeren over de afkomst van het wezen. De Atacama-woestijn waar Ata is gevonden, is een van de droogste locaties ter wereld. Het is dus erg aannemelijk dat het eeuwenlang bewaard is gebleven door het feit dat het niet kan verteren. Stephen Greer had de hulp ingeschakeld van vele experts om zo te bewijzen dat Ata een eeuwenoude alien is. Hij maakte de documentaire Sirius, waarin Ata wordt voorgesteld aan de wereld. In de film wordt beschreven dat aliens door de ruimte reizen door gebruik te maken van een alternatieve energievorm. Deze techniek zou door overheden geheim worden gehouden voor de normale burger. Ook zouden ze deze energievormen gebruiken om geld te verdienen in de olie, kernenergie en koolcentrales. Toen paleontologen het DNA van Ata onderzochten, bleek dat het modern was en dat het slechts een paar decennia oud zou zijn. Immunoloog Gary Nolan van de Universiteit van Stanford bood aan om zelf zijn onderzoek los te laten op Ata. Hij concludeerde dat, zonder twijfel, Ata een menselijk wezen was. Sterker nog, hij specificeerde dat de moeder van het kindje een Chileen was. Dit verklaart waarom hij was gevonden bij een kerkje. Een schokkende ontdekking werd gedaan toen uit röntgenfoto's bleek dat het skelet dezelfde dichtheid had als een kind van 6 tot 8 jaar. Nolan probeert dit te verklaren door te zeggen dat dit kind een extreme vorm van dwerggroei had. Alleen kon tijdens een analyse geen enkele gen voor dwerggroei worden ontdekt. Een andere theorie stelt dat het zou gaan om een normale foetus, wat ook zou verklaren dat het nog geen 10 ribben had, omdat de zwevende rib in dat stadium nog niet is ontwikkeld. Het vervormde hoofdje kan zijn veroorzaakt door een illegale abortus. Dit komt nogal vaak voor en dat gaat regelmatig fout. Door de strenge wetgeving in Chili zijn deze illegale abortussen aan de orde van de dag. De dichtheid van de botten kan het resultaat zijn van de uitdroging en mummificeren. Het hoeft niet een indicatie te zijn van de leeftijd van het kind. Ondanks het feit dat de conclusie in de film Sirius draait om het feit dat Ata een menselijk wezen is, laat de trailer van de film doorschemeren dat het DNA wijst op een schepsel van onbekende afkomst. Het blijft een feit dat Ata de discussie over buitenaards leven weer heeft doen opwaaien. Het staat symbool voor aliens in de wetenschap. Alien bakens op Google Maps. Wil je die video zien? Klik dan op de video op het scherm die nu oplicht. Of kijk in de videobeschrijving als je op je mobiel of op je tablet kijkt, want daar staat ook het linkje. Check mijn kanaal Strikt Geheim voor nog veel meer strikte geheimen. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken.